We gaan vandaag de Boho bracelet maken met beads. Ik ga stap voor stap met jullie door het patroon heen om jullie te laten zien hoe jullie hem zelf kunnen maken. We gaan beginnen met de benodigdheden bij elkaar te pakken. Je hebt, als je per draadje een bead aan wil hebben, dus een kraaltje aan wil hebben zoals ik heb gedaan, die heb je in totaal 16 kraaltjes nodig. Neem lekker verschillende kraaltjes, dat maakt het juist leuk. Hier heb ik mijn verzameling kraaltjes al bij elkaar gepakt. Bolletje katoen nodig en een haaknaald maat 3 mm. Deze is gemaakt met durable coral. Het geeft net even een mooi glansje eraan, waardoor het een mooi effect geeft. Maar hij blijft ook goed zitten, dus je hebt in principe geen knoopje nodig om hem te sluiten. Doe je dat nou liever wel, dan kan je straks aan een van de zijden een druk knoopje plaatsen om het extra stevig vast te maken. Ik adviseer dat zeker bij een armband voor een kindje. Dat zeker te doen, maak er even een drukknopje aan de binnenkant van een van de zijdes. Daar kom ik later op terug. We gaan beginnen met de kabel en daarna de punten eraan en de kwasten eraan met de kraaltjes. Goed, we gaan beginnen. Ik leg de spullen even aan de kant. We gaan starten met een ketting op te zetten van 16 lossen plus 1 extra's keerlossen, dus 17 lossen. Ik trek de eerste losse goed aan, dat hij niet meer loslaat. Gaan we beginnen. 16 plus 1 is 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Plus 1 als keerlosse. Nu, slijt draad om de naald en ga je in alle steken vanaf de tweede steek, dus de tweede steek vanaf je haaknaald, die eerste steek sla je over, dan is je keer los en vanaf de tweede steek ga je 16 halve stokjes haken. Ik doe dat in dit geval onder één lus door, omdat we nadien de volgende toer aan de andere kant gaan vastmaken bij de afwerking. Dat is 1. 2. 4, 5, 6, tot je 16 halve stokjes hebt. En dan gaan we de volgende toer beginnen. Ik heb de 16 halve stokjes gehaakt. Nu op mijn manier 1 lossen en werk draaien. Nu ga je in de eerste twee steken, dus na die losse sla je over in de eerstvolgende steek, dus hier, ga je een half stokje haken. Dat is de eerste en de tweede ernaast. Nu gaan wij 12 relief stokjes voorhaken. Dus je gaat op zoek naar het eerste halve stokje, dus de derde halve stok vanaf het begin. En daar omheen ga jij je je relief stokje voorhaken. Dat is 1. Dus je gaat van voor naar achter om dat halve stokje heen. Lus ophalen. Lus door 2. Lus door 2. En weer van voor naar achter langs dat halve stokje. Draad omslaan, doorhalen en je stokje maken. Oh. Dus van voor naar achter en terug naar voren om het stokje heen. Half stokje heen en dan maak je een relief stokje voor. Zo maak je er dus 12 op een rij. En dan hou je nog 2 halve stokjes, dus 2 steken nog over. Ik heb de 12 relief stokjes voorgehaakt en nu gaan we de laatste 2 halve stokjes haken. Het eerste halve stokje gaat direct naast het relief stokje in de steek. En de laatste is in de keerlossen. Dus als je werk iets draait, zie je hier de keerlossen. Ga je onder beide lussen door. Draad om de naald, ophalen, draad om de naald, doorhalen.
Dit is de goede kant van het werk vanaf nu. Ze gaan nu aan de verkeerde kant van het werk werken. We gaan nu weer eerst één losse haken werk draaien. Dan kijk je in de achterkant. Dan zie je een ribbel hier. Dan weet je dat je aan de achterkant bent of jouw begindraadje zit links. Nu, in de eerste twee steken een half stokje. Dus je slaat je losse over en in de eerste steek maak je eerst een half stokje. En in de steek daarnaast ook een half stokje. Nu zijn die reliëfstokjes voor die 12 stuks, zijn nu reliëfstokjes achter geworden. Dus we gaan nu 12 reliëfstokjes achterhaken om de reliëfstokjes heen. Dus wat doen we? Draad om de naald. Dan ga je van achter naar voren langs dat reliëfstokje terug naar achter doorsteken. Dan pak je draad op je naald, haal je hem door en door naar voren. Dus naar achter eigenlijk in dit geval. Draad door naald, door 2. Draad door naald, door 2. Ik zal het nog een keer laten zien in de volgende. Draad om de naald. Van achter naar voren om het reliëfstokje heen. Terug naar achter doorsteken met je naald. Draad om de naald. Daar langs halen, dan ben je naar de achterkant. Draad om de naald, door 2. Draad om de naald, door 2. Ik zal het nog een keer met jullie doen. Draad om de naald. Van achter naar voren om het stokje heen. Terug naar achter doorsteken. Kijk, dan heb ik hem hier op mijn naald hangen eigenlijk. Draad om de naald, draad terughalen, dan ben je naar de achterkant met je draad, draad om de naald, door 2, draad op de naald, door 2. Dit herhaal je dus 12 keer. Ik heb er nu 3, moet er nog 9 maken. Ik heb nu in totaal 2 halve stokjes en 12 reliëfstokjes achter en nu gaan we eindigen met 2 halve stokjes over de laatste 2 steken. Dus draad om de naald. Hier is de ene laatste steek, daar maak ik een half stokje, draad om de naald. En hier is weer die keer losse. Hier, ik zal hem even erbij pakken om te laten zien. Daar is mijn keer losse. Daar steek ik mijn naald onder, want dat is de laatste plek waar je laatste steek plaatst. Dus als je op mijn manier werkt met een losse en dan werk draaien, is altijd aan het einde van de volgende toer je laatste losse, dus je keer losse, je laatste steek. Goed, hebben we die toer gehad. Dan gaan we naar de volgende toer. 1 losse, werk draaien. Nu kijk je tegen de reliëfstokjes aan en nu gaan we gelijk beginnen met het kabelmotief. Sommigen van jullie hebben al wel eens kabels gebreid. Dan is het een voorsprongetje. Want kabels breien en haken is in principe hetzelfde. Je slaat de eerste steek over, je maakt eerst de andere en dan ga je weer terug. Ik laat het jullie zien. Draad om de naald, eerst 2 halve stokjes. Dat is door het hele patroon heen, dus dat ga ik niet meer herhalen. Ik ga alleen met jullie samen nu de kabelmotief maken. Nu gaan we de eerste 3 reliëfstokjes overslaan. We slaan de draad 2 keer om de naald. Dus 1, 2, 3 stokjes overslaan. De 4, 5 en 6 gaan we een dubbel reliëfstokje voorhaken. Draad 2 keer om de naald. Eerst 3 overslaan en bij de 4e. Dus net als een gewoon reliëfstokje, alleen we gaan nu een dubbel reliëfstokje maken. Hier is mijn eerste, dan haal je door 2, door 2, door 2. 2 keer om de naald en dan gaan we naar de 5e reliëfstok van de toer. Gaan we daar weer een dubbel reliëfstokje voor maken. En in de 6e reliëfstok van de rij maken we ook een reliëfstokje voor. Dan zie je al dat hij naar rechts gaat wijzen. Dat is goed. Dat moeten we hebben. Dat je hem plat legt. Zo. Dan zie je dat hij die kant op wijst. Dat is goed. Dan zit je goed. Nu gaan we een dubbel stokje achterhaken. Dus geen reliëfstokje, maar een dubbel stokje achter. Dubbel stokje achterlangs. Dus we gaan achter deze 3 langs. Terug naar de eerste overgeslagen reliëfstok. En daarbovenop gaan we een dubbel stokje haken. Dus 2 keer om de naald ga je achter het werk langs. Let op dat je draad van je af laat wijzen, anders dan valt er een omslag weg. Dus draad die kant op wijzen, best om even aan je vinger vast te houden, een beetje strak. Dan ga je achterlangs terug naar die eerste reliëfstok hier. Deze. En daar steek je naald in. Dan pak je de draad op. En die haal je door.
Eerst doorhalen. Dan draad om de naald. Toch 2 lussen. Draad om de naald. Toch 2 lussen. Draad om de naald. Toch 2 lussen. Nu heb je het eerste reliëfstokje achterlangs gehaakt. Een dubbel reliëfstokje achterlangs. Nu gaan we de tweede ernaast plaatsen. Hier is de volgende steek. Dus we gaan achterlangs naar die tweede steek en we steken bovenop het stokje in. Draad om de naald. Doorhalen. En nu draad om de naald. Door 2 lussen. Draad om de naald. Door 2. Draad op de naald. Door 2. Nu hebben we de tweede gemaakt. Dan gaan we de derde maken. Het kan zijn dat je die even een beetje op moet schuiven om je steek te kunnen vinden. Hier. Hier is mijn steek. Dus 2 keer om de naald. Achter de 3 reliëfstokjes voorlangs. En dan is hier de derde in de rij. Steek in haaknaald door de steek heen. Dus niet eromheen, maar er doorheen. En haal je draad op. Draad om de naald door 2. Draad om de naald door 2. Draad om de naald door 2. Nu heb je de eerste kruising gemaakt. Dus die wijzen die kant op en die hier achter hebt gehaakt wijzen die kant op. Dan ben je goed om te gaan. Nu draad je 2 keer om de naald. Dan gaan we de 7e, 8e en 9e reliëfstok voor gaan we overslaan. En in de 10e, 11e en 12e gaan we een dubbel reliëfstokje voorhaken. Dus net wat je hier hebt gedaan, alleen nu gaan we weer 3 steken overslaan. Dus 1, 2, 3 overslaan. Ik heb 2 keer omgeslagen om de naald. Ga ik ervoor langs, een reliëfstokje voor maken, sorry. Dat is nummer 1. Hier in de ene laatste reliëfstok voor maken we een dubbel reliëfstokje voor. Dat is nummer 2. En in de laatste reliëfstok voor maken we weer een dubbel reliëfstokje voor. En die wijst nu ook naar rechts. Nou willen we dat hier deze 3 naar links gaan wijzen. Wat doen we? We slaan het draad 2 keer om de naald en dan gaan we naar die 7e steek hier die we overgeslagen hebben. Dan gaan we een reliëfstokje voor langs haken. Dus een reliëfstokje voor. Wat doen we? 2 keer om de naald. Die gaan we voor deze 3 langs naar de 7e reliëfstok voor. En daar maak je je dubbele reliëfstok voor. Wat ik altijd doe, is het werk even dubbel vouwen. Dan heb je makkelijker meer grip in je werk. Door 2, door 2 en door 2. Vouw ik hem weer open. En dan zie je al dat die eerste stok al die kant op wijst. Je dubbele reststok voor. Volgende steek. 2 keer omslaan. En dan ga je naar de 8e reststok voor. En dan maak je de volgende dubbel reststok voor. Dus ik pak mijn werk weer dubbel. Draad mijn naald. Door 2. Draad om naald, door 2, draad om naald, door 2. Nu heb je de 2 gemaakt en de laatste, dat is deze, nummer 9, ga je weer voorlangs, dus 2 keer omslaan, om het stokje heen, draad om naald, doorhalen, draad om naald, door 2, draad om naald, door 2, draad om naald, door 2. Nu wijst deze die kant op en die wijst naar links. Dus die wijst naar rechts, die naar links. En de achterste 3 wijzen naar rechts. En hiervan de achterste 3 wijzen naar links. Dan zit je goed. En weer afmaken met 2 halve stokjes. 1 en nummer 2. 1 lossen en werk draaien. Nu weer beginnen met 2 halve stokjes. Dat is door de hele toeren heen, alle toeren heen. En nu moeten we reliëfstokjes achterhaken. Als je goed volgt de lijn van de stokjes die je gehaakt hebt in de voorgaande toeren, dan zie je hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus als je die volgorde aan blijft houden, weet je automatisch welk stokje je als eerste nodig hebt. Nou niet denken, ik ga die als eerste haken. Nee, want die liggen ervoor en die moet je eerst haken. Want die begint ook als eerste lus in de rij. Draad om de naald. Wat je kan doen is het werk even draaien. En dan zie je dat deze naar je vinger toe wijst. Dus naar je haaknaald, daar ga je mee starten. Dat is de eerste lus die hier zit. Ga je om het stokje heen. Hier.
Dus als een reststokje achter haak je hem. Dat is mijn eerste. Hier is mijn tweede V in de rij. Dan weet ik dat deze hier mijn volgende is. Dat is mijn tweede reststokje achter. En hier is mijn derde V en dan zie je hier het stokje lopen. Dan maak ik daar mijn derde reststokje achter. Sorry. En nu de volgende drie. Dat zijn deze hier. Dat zie je ook aan het rijtje van V'tjes wat je hier voorbij ziet komen. Dan ga je naar de eerste ook weer achterlangs. Maak je weer een reststokje achter. In de volgende is hier. Dan zie je aan deze kant een mooi liggen. En de derde hier, dus nummer 6, is daar. Nu volg je de lijn weer. Hier loopt de lijn door en daar loopt de lijn door. Dus we gaan nu hier om dit stokje als eerste een reststokje achter maken. En die zie je ook tevens liggen aan de verkeerde kant van je werk. Dus waar je nu aan het haken bent, zie je ze hier liggen. Deze drie. Daar gaan we eerst een reststokje achter omheen haken. Dat is nummer 1. Hier is de tweede in de rij. En hier is mijn derde in de rij. Deze. Nu hebben we 9 reststokjes achter. 10, 11 en 12 gaan we nu haken. Dat zijn de drie die voorlangs liggen. Hier. Dus dan gaan we de eerste beginnen. Hier. Onderomheen steken. Draai gewoon het werk even naar je toe. Dat je het zichtbaar voor jezelf is. Dus nummer 1. Hier is nummer 2. En hier is nummer 3. Nu twee halve stokjes en dan laat ik jullie gelijk zien hoe die nu aan de voorkant eruit ziet. 1, nummer 2. Eén keer losse werk draaien. En nu zie je dat je deze kruisingen met een half stokje, eigenlijk in feite een half relief stokje, want dat is de hoogte die je nog overhoudt, verlengd hebt. Nu gaan we 1 toe raken met 2 halve stokjes, 12 relief stokjes voor 2 halve stokjes, werk keren, 2 halve stokjes, 12 relief stokjes achter, 2 halve stokjes. Het is hetzelfde als de eerste 2 toeren waarmee je begonnen bent. En dan is het herhalen tot gewenste lengte. Ik zal met jullie meegaan. 2 halve stokjes gehaakt, nu ga ik 12 relief stokjes voorhaken. 1, 2, 3. Die vierde kan er wat achter verscholen liggen, die is hier. Dus trek het een beetje uit elkaar met je vingers. Dat is nummer 5 en nummer 6. Hier is nummer 7. Nummer 8. Hier is nummer 9. Die kan ook wat verscholen liggen, omdat hij natuurlijk van achterlangs komt. Nummer 10. 11. 12. En we eindigen de toer weer met 2 halve stokjes. 1 en nummer 2. 1 losse, werk draaien. En we beginnen weer met 2 halve stokjes. In de eerste en in de tweede steek ieders 1 half stokje. Nu 12 relief stokjes achter, gewoon normale relief stokjes. De enige moment waarop jij een dubbel relief stokje maakt, is in de toer waarin je gaat kruisen. Dus de stokjes gaat kruisen. Dat is de enige toer waarin je dubbele relief stokjes haakt. Of het nou een relief stokje voor is of een relief stokje gewoon. Dat is de enige toer waarin jij een dubbel relief stokje maakt. Voor de rest zijn het gewoon normale relief stokjes voor of achter of halve stokjes.
Zo, nog eentje. Hier. Daar is mijn laatste. Dat is nummer 12. En 2 halve stokjes. 1. En nummer 2. 1 lossen en werk draaien. Nu ga je weer de kruising maken zoals we hier gedaan hebben in de derde toer. Dan ga je toer 4, 5 en 6 herhalen. Deze toeren blijf je herhalen tot gewenste lengte. Formaat small medium. Deze hier heb ik 1, 2, 3, 4, 5 kruisingen gedaan en het was voldoende. Je eindigt met deze toer. Als je die toer gedaan hebt, ik ga nu gelijk de punten met jullie haken, zodat jullie het allemaal in één filmpje hebben. Als je die laatste toer gehaakt hebt, ga je beginnen met een toer vaste. 1 toer vaste. Dus dat zijn 16 vaste op rij. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en nummer 16. 1 lossen, werk draaien. Nu gaan we minderen. In het begin en aan het eind ga je iedere 2 steken samenhaken. Dus in de eerste en de tweede ga je 2 vaste samenhaken. Dus ik steek mijn naald door de eerste en ik haal de lus op. En ik steek mijn naald door de tweede en ik haal een lus op. Draad om naald en doorhalen. Dat zijn 2 vaste samenhaken. Nu ga je door tot aan het einde. Dus nummer 2 met gewoon de vaste. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en nummer 12. En de laatste 2 steken samenhaken. Dus weer haaknaald door de steek, lus ophalen en de volgende is die keer lossen, ophalen, 3 lossen op je naald, doorhalen, 1 lossen en werk draaien. Nu gaan we het knoopsgaatje creëren, tenminste het eerste gaatje waar we de ketting doorheen kunnen rijgen. We gaan weer beginnen met 2 vaste samenhaken. Dus in de eerste en in de tweede week steek samenhaken. Dan gaan we door tot midden en we moeten 2 stukjes midden overhouden. 2, 3, 4. Dus als we hier 2 samen doen, 1, 2, 3, 4, weet je dat je hier al in het midden bent. 2 lossen. Staan we de 2 steken over en in de derde ga je verder met de vaste haken. 2, 3 en nummer 4. Laatste 2 steken weer samen haken. Dus ophalen de lus en nog een keer ophalen de lus en dan draad doorhalen. 1 lossen, weer keren. Weer beginnen met 2 vaste samen haken. Nu ga je 3 vaste haken totdat de ketting van 2 aan bent gekomen. Hier is nummer 3. In die ketting van 2 maak je 2 vaste. 1, 2. Dan weer 3 vaste achter elkaar. En de laatste 2 steken haak je samen. 1 losse, werk draaien. Eerste 2 steken samen haken. Dan ga je doorhaken tot je bijna aan het einde bent, op de laatste 2 steken na natuurlijk. Daar zijn we aangekomen, laatste 2 steken samen haken. 1 losse, werk draaien. Eerste 2 steken samen haken. Hier zijn ook de eerste 2. Dan weet je dat je nog eentje erbij moet haken voor het tweede gaatje te creëren. 2 lossen. 2 steken overslaan, in de derde een vaste en de laatste 2 samenhaken. Lossen, werk draaien. Eerste 2 steken samenhaken. In de ketting van 2 lossen maak je 2 vaste. Laatste 2 steken samenhaken. 1 lossen, werk draaien. Nu heb je nog 4 steken over. Maak je eerst 2 samenhaken.
en weer twee samenhaken. Ik doe dan twee losse haken en afknippen. Dan ben je klaar met deze punt te creëren. Dit zijn de gaatjes daar waar de ketting straks doorheen gaat. Hier hebben we nu gaatjes gecreëerd. Dat doe je aan de andere kant natuurlijk niet. Dus als je straks klaar bent, dan hecht je hier aan in de punt. En dan ga je 16 vaste haken. En dan ga je gelijk beginnen met minderen. En dan blijf je net zo lang doorminderen, net als hier. Alleen die twee losse en die twee steken overslaan doe je dan niet. Dus dan maak je gewoon twee vaste. Net zo lang doorhaken tot je nog in totaal twee steken over hebt. Heb je dat gedaan, dan ga je rondom het hele werk één toer met vaste haken. Zorg ervoor dat je de goede kant zichtbaar hebt. En elke toer die je hier tegenkomt, is elke halve stoktoer eigenlijk. Want je begint al met een half stokje, zoek je een mooi gaatje op waar jij een vaste in kan plaatsen. Zorg ervoor dat het werk niet gaat trekken. Anders krijg je een geheel wat zich dubbel gaat vouwen. Dus probeer rustig aan de steken naast elkaar te plaatsen. Je begint dan in de punt met die twee steken die je over hebt. Daar zet je ieders één vaste in. En dan ga je hier langs de ketting af. De andere kant op. Langs de werk af. De andere kant op. Om de andere punt heen. Terug hier weer naar voren. Terug naar de punt. En dan hecht je het draadje af. En dan gaan we de kwastjes maken. En hoe de kraaltjes aan te hechten waren.